ontwikkeling is natuurlijk op één van de rode duivels. Maar dan spreek je over de vliegende rode duivels natuurlijk. Dat is de Pilatus P2. Een toestelletje dat gestationeerd is op het vliegveld van Zwartberg in Limburg. Dan nu de Zwitsers hebben gezocht naar een nieuw opleidingstoestel. Extra, dat was al naar het einde van Wereldoorlog 2, dus eigenlijk al midden 1945, dat ze beginnen werken zijn aan het ontwerp van een nieuw opleidingstoestel. Aangezien de Wereldoorlog 2 naar zijn einde liep, hebben ze ook allerlei wisselstukken en vliegtuigonderdelen overgekocht van de Duitsers. Die wouden toch zoveel mogelijk van het materiaal kwijt, ook waarschijnlijk ook financiële redenen. En dan dus wat ik gezien dat er in dit toestel horen de cockpit en ruimte tussen vooral de glazen koppel, dat gelijkt een beetje op de Messerschmitt 109. En inderdaad, ook het onderstel van dit toestel is eigenlijk afgeleid of is gebouwd met onderdelen van de Messerschmitt 109. Wel, wat was hun bedoeling? De Zwitserse luchtmacht wou een goedkoop en snel te bouwen vliegtuig construeren om hun opleiding van hun piloten te verzekeren. En vandaar dat ze dus gebruik hebben gemaakt van deze vrije markt op het einde van de Wereldoorlog 2 in Duitsland om deze massaal wisselstukken op te kopen en zelfs de motor, die luchtgekoelde motor, V12 Argus motor, is van een Fokkerwul 189. Eigenlijk een samenraming van onderdelen van Duitse toestellen, vooral de Messerschmitt 109 en de Fokkerwul 189, dat ze in geslaagd zijn om dit opleidingstoestel, deze Pilatus P2, te bouwen. Er werden twee versies gebouwd, dus ze zeggen het toestel dat enkel gebruikt wordt voor opleiding van de piloot, voor de vliegopleiding, en dan het tweede toestel dat kon uitgerust worden met een mitrailleur in de neus, gesynchroniseerd natuurlijk met de schroef, zodat de schroef niet werd kapotgeschoten. En uitgerust met een ophangpunt, zodat lichte bommen en of rocketpots de bom met luchtgeschoten uitgerust worden. Dus dat is goed ingezet worden als een licht aanvalstoestel. En dat dan ook ten einde gebruikt werd om de leerlingpiloten de eerste operationele training te geven op dit toestel, deze Pilatus. P2. En zoals het de Zwitsers betaamt, zij onderhouden alle vliegtuigen lang. Hun bedoeling is, zolang de luchtwaardig zijn en de kosten binnen bepaalde perken zijn, dan gaan de vliegtuigen in de lucht houden. Wel, dit toestel werkt sinds 30 jaar na de Wereldoorlog, dus 1946 tot 1982, in gebruik gewaakt bij de Zwitserse luchtmacht. En dit herinnert mij ook bijvoorbeeld dat de Hunters, toestellen die wij ook gehad hebben bij de luchtmacht, die wijk ik natuurlijk af van onze demonstratie hier. Maar de Hunters die bij ons in de jaren 60 uit dienst werden genomen, wel, die werden bij de Zwitsers ongeveer een tiental jaar geleden uit dienst genomen. Dus ik mag te zeggen, de Zwitsers houden van opvangers, ze houden van vliegtuigen, zo lang mogelijk in operationele dienst te houden. En toch nog even zeggen, want uiteindelijk is ons thema dit jaar het thema van Ursel Avia, Aviation in the Movies. Dus deze P2, of liever gezegd niet deze P2, maar een Pilatus P2 werd gebruikt in de film Indiana Jones and the Last Crusade. Een P2 die dan voor de film werd geschilderd in Luftwaffe kleuren. Denk je niet maar aan het van de Pilatus? Ja. Wat zijn die poten aan? Kijk op. En dan nog een filmster
de P51, de Cadillac of the Sky. India, after landing, contact ground 130.825. 130.825. Voorstelling, programma is. En dat was het. Gedaan. Er waren geen opvolgers.